spreken, want ik laat graag aan de president of de voorzitter om de echte handelingen te verrichten. Maar ik heb direct gezegd toen bekend werd dat hier wat stond gebeurde, daar wil ik graag bij zijn. Omdat we elkaar nu een aantal jaren kennen, ik ben hier alweer 4,5 jaar burgemeester, zeg ik dan. Maar we zijn elkaar regelmatig tegengekomen in de afgelopen dagen, de afgelopen week wel weer op verschillende plekken. Onder andere bij de hele indrukwekkende herdenking die we hier hebben gehad bij de omgekomen geallieerde vliegeniers, piloten. Hier liggen op het kerkhof, vorige week nog. Een mooie indrukwekkende bijeenkomst waar je ook altijd van de partij bent. En natuurlijk ook bij HSC afgelopen zaterdag. En je zei bij de herdenking al, burgemeester, die jongens die zijn veel te veel bezig met het kampioenschap. Ze moeten eerst voetballen. Ze moeten gewoon voetballen. Ja, en het kwam helemaal uit weer. Het was maar weer dat je echt verstand van voetbal hebt. En dat vind ik heel indrukwekkend om te beleven. Een ander moment wat mij heel erg bijblijft, is het huwelijksjubileum. Wat jullie samen hebben gevierd, want dat doe je met een huwelijksjubileum. Waar ik bij jullie thuis ben geweest. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar het is mij heel erg bijgebleven. Want het was een heel bijzonder bezoek, vond ik het. Het was ook veel langer dan het afgesproken uur volgens mij, want er moest zoveel verteld worden. En je hebt zulke mooie dingen verteld over de ontwikkeling van Heemse, van Hardenberg. Hoe zich dat in de loop van de jaren, zeg maar, hoe deze stad zich heeft ontwikkeld, zeg maar. Met de komst van de Waven, met al die andere bedrijven, het centrum wat is ontwikkeld. En dat was heel mooi om ook van jou te horen. Hoe je daar als huisarts, hoe je die ontwikkeling hebt meegemaakt, ook van de bevolking, zeg maar, hoe die is gegroeid. En wat daarvoor, hoe zich dat ook ontwikkelt. De goede dingen en de minder goede dingen. Maar wat ik ook heel positief vond van jullie beiden, ook van je vrouw, dat jullie zo ongelooflijk positief in het leven staan. Gericht op de ontwikkeling, de blik vooruit, en er moet wat gebeuren. En wat anders is het ook niet goed. Maar dat is volgens mij het Gronings, het Friese bloed, wat erin zat, zit, zeg maar, bij jullie. Stilstaan is achteruitgang. En dat moet ontwikkeld worden. En dat heb jij gedaan al die jaren lang. Je hebt een hele grote betekenis gehad voor Hardenberg. En het is ook heel mooi dat de Lions Club daar ook jou voor gaat waarderen. Je bent, heb ik begrepen, de oprichter geweest van de Lions Club hier in Hardenberg. En dat zegt ook alweer iets. Hè? Een netwerk bouwen, zaken ontwikkelen, mensen samenbrengen en krachten maken om goede dingen te doen. En nou, ik durf te stellen dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan de ontwikkeling van Hardenberg. Niet alleen doordat jullie zoon op de wereld hier hebben gezet en die zich hier hebben gevormd, maar veel breder voor de hele samenleving van Hardenberg. Nou, daarom ben ik hier graag aanwezig. Daarvoor doe ik uit respect voor jou, voor u zeg ik dan mijn ambtsketen om. En ik heb wel een heel bescheiden cadeau eigenlijk meegenomen, realiseer ik mij. Maar ik weet niet in hoeverre je echt een Bourgondier bent. Volgens mij zit er ook wel wat Calvinistisch in, maar ik ben ook Bourgondisch. Dus ik heb een streekproduct meegenomen uit het Reestdal, onze eigen ongetroffen witte wijn. Wellicht leuk om met je zoons gewoon eens even een glas te heffen op de verdiensten die je hebt gehad voor Hardenberg. Dankjewel. Proberen om een dankwoordje te zeggen, maar misschien, ik weet niet of dat nu moet of straks. Nou, dat zal ik nu doen. Ik heb mijn gezin zeggen, daar had ik ook niks te vertellen. Je hebt 3 minuten. Wat 3 minuten? Ja. 5. Oh nee, maar het ging erom of ik even mocht reageren. Nou, zeker. Ja, dat is 3 minuten. Dat ik denk niet dat ik die opmaak. Het is, ik moet eerlijk zeggen dat het groeit mij wat boven het hoofd, toch dus ook onzin, want ik ben er zelf nog bij. Maar ik vind het fantastisch wat hier op het ogenblik aan de hand is. Ik dacht,
Ja, ja, goed, dat zou een soort oorkomen of iets wat uitgewerkt als van geëerd worden. Dan werd gezegd, denk dan, waar je jasje aan doet, want je moet het speeltje ook op doen. Nou, dan denk ik, ja, er zitten drie chevrons in, dus dat zou wel kloppen, dat komt er nog wat bij. Maar dat er zoveel in mijn zomer neer zouden komen, dat de burgemeester hier gaat spreken en ja, dat is geweldig, ja. Je hebt een aantal dingen genoemd. Ik kon het gelukkig redelijk volgen, want ik ben zo gehandicapt met het horen. En daar is heel duidelijk dus uit gebleken dat, zeg maar, dat ik voor mijn gevoel, wij, jij en ik, geslaagd zijn om iets te betekenen. En, zo zijn we hier ook naartoe gegaan. Ik weet dat toen we hier naartoe zou gaan, dat ging heel gek, maar dat is te lang. Want ik wou niet echt wel dat toen niet. En toen ging de trein weg en toen zei ik mooi hoe het deed. En tegen zei hij, hoi, houd je verzoen. Nou, zo ben ik hier uiteindelijk gekomen. En toen zeiden ze, ja, maar dat ze kennen ze. En toen zeiden ze, moet je niet heen gaan, jongen, dat is achtergebleven gebied. Dat moet ontwikkeld worden. Ik zei, nou, daar moet ik dan heen. Ik wou net niet zeggen dat onderontwikkeld gebied, ik dacht, dat klinkt zo raar. Nee, dat is toch op een pakket. Dus, dat is, ik kan niet anders zeggen, dat moet goed uitgepakt. Het is, dat heb je al gezegd, hoe het allemaal zich ontwikkeld heeft. En zo is dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren. En, dank voor de goede woorden. Mooi. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat we elkaar nog een paar keer tegenkomen. Dat hoop ik wel. Komt dat ik maar zo af.